zijn er voor iedereen van 0 tot 100, voor alle Gouwenaars. Wat ik het allerleukste vind zijn bezoekers die opgetild weer naar buiten gaan. Het zij door een goed boek of een leuk gesprek over een boek. Er is voor iedereen iets te beleven in de chocoladefabriek. Het Taalhuis is er voor iedereen in Gouda die iets wil leren. Vooral als het gaat om je Nederlands verbeteren, handiger worden met de laptop, websites en DigiD gebruiken bijvoorbeeld, en ook voor rekenen. Kruimen is het laatste ingrediënt wat wij toevoegen om het gerecht compleet te maken. Wij zijn er voor alle gasten van de chocoladefabriek. Daar doen wij de catering en ook de zaalverhuur voor. Het streekarchief is er voor iedereen die op zoek is naar zijn geschiedenis in de regio Midden-Holland. Samen maken we het verleden zichtbaar en bewaren we het heden voor de toekomst. Drukkers Werkplaats is er voor de schoonheid van de chocoladefabriek. Iedere woensdag zijn we in bedrijf. Vaklieden zetten op ambachtelijke wijze teksten met behulp van lode letters. En we drukken op oude persen mooie bibliofiele boeken. Techniekwerkplaats is een plek waar we kinderen, leerkrachten, maar ook volwassenen, ouders enthousiast willen maken voor techniek en technologie. Wij zijn er om jong en oud in contact te brengen met nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence en mixed reality. En dat doen wij door installaties te bouwen waarop je op een speelse manier in contact kunt komen met deze technieken. Bij Mirakeltheater is eigenlijk iedereen welkom. Voor alle kinderen tussen de 4 en eigenlijk 100 jaar die dol zijn op zingen, dansen en toneelspelen.